wat leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vandaag is het Hemelvaart en ik loop op Zuidplein. Ja, ik ben net terug uit Duitsland en ik ben alweer op pad. Ik heb al een behoorlijke tas vol. Ik heb al een skinny short en een lange broek. Nou, loop ik weer even verder op Zuidplein. Ik heb net getrakteerd op een milkshake bij Artie. Sorry jongens, ik drink geen milkshakes bij slagroom. Die heb ik genoeg op in Duitsland. Ook zonder slag, maar die waren heel erg zoet. Ik ben wel verder goed geslaagd bij nog een paar andere winkeltjes. En nou is het op zoek naar opa en oma. Het is Hemelvaart, maar het is belachelijk druk. Even zoeken. Ik wou ook nog bij een andere zaak kijken, maar de bus gaat zo weer terug. Dus moeten we opschieten. Ook de Intertoys hier is verplaatst. Die zit naar een andere kant. Dat had ik ook eerst niet verwacht. Het is even zoeken, maar dan vind je elkaar weer terug. Heb ik een leuke broek aan, opa? Ja. Nou. Dat is wel je oude broek. Dat weet ik. Nou, oma's, ga ik even naar jou lopen. We lopen, het is heel raar. Het is vrijdag en we lopen in Spijkenis. Dat is gek. Dat is gek. Oma zegt ook in de auto op de heenweg. Het is net of het zaterdag is. Ja, dan gaan we allemaal naar Spijkenis. We hebben net al wat foto's weer afgeprint. Ik heb het in een leuk boekje gedaan. En ik ben geslaagd voor twee hele leuke boeken. Ja, oma is echt leuk. Ja. Heel leuk. Ja, we hebben net lekker bakje gedronken nog. En nu gaan we even naar Action en dan zo terug. En dan gaan we weer op huis af. En dan hebben we morgen weer wat leuks. Ja, morgen gaan we iets leuks. Even alleen opa en oma kom ik zo weer tegemoet in op het plein. Ik heb nog een pyjamaatje voor mezelf gekocht. Gisteren ook, alleen toen heb ik die pyjama heeft oma voor mij betaald. Want die heb ik aan oma gegeven, daar heb ik ook maar één liggen. Je kan er nooit te veel hebben, dat is altijd lekker. En je hebt hier ook Dino in het dorp. Dat is een soort speurtocht voor kinderen. Dat vind ik altijd leuk dat ze zulke dingetjes organiseren. Maar ook, ben ik heel eerlijk in, Spijkenis begint een beetje in te dunnen. Het was, toen ik een kind was, hier echt volop, alles was open. Ach, alles. Het is een beetje in aan het krimpen. Ik kom er vandaan en als je er niet meer woont, wordt het er steeds, in één keer steeds minder. Ja, morgen gaan we naar Ahoy, naar de Masked Singer Live. Ik heb ook een lekker ding van een opa, als jullie goed kijken waar ik ben. Ik zeg tegen hem, zullen we alleen naar de Erasmus-tent? Over de Erasmusbrug rijden? Nee, dus gaan we ook nog wat drinken bij de Ballentent? En hoe moet ik terug door de Maastunnel? Jezus. Ik sta het jullie zo weten als ik dit overleefd heb. Als jullie zien, heb ik het gehaald. Opa, kun jij nog even op beeld herhalen wat je net zei? Ik ben trots op je. Want dit is echt wel moeilijk. Wat zei je nou net? Rotterdammers leren het standaard? Ja, in de jeugd al. We nagaan dat jij en oma dit elke dag normaal deden. Ja, deden wij normaal altijd. Nou, naar huis. Dan zien we jullie morgen. Dan zijn we dan de dag van de Masked Singer. Ik heb ook een keycard om. En zoals oma al zei, het is niet heel warm. Nou, vind je denk ik best fris. Het is ook een behoorlijk druk voor het gebouw. De laatste keer dat ik hiervoor gestaan heb, was ik een jaar op 10. Heb je daar in de regen gestaan? Nou, dat denk ik ook, ja. Wij denken dat we stemkastjes krijgen, ook waarschijnlijk als we naar binnen gaan. En dat ik denk, als je, anders had je ergens om moeten lezen dat je een app moest downloaden. Want dit keer, hier, wij kijken al 5 seizoenen, hè? Ja. En dit keer zijn wij het panel. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. We staan weer buiten. Wat een spannende show. Hé, oma, we hebben er geen één goed gedaan. Nee. Ik vond ze wel lastig. Ja. Maar ik vond ze wel heel leuk gedaan. Ja. En zelfs nog een verrassing aan het einde. Dat was echt heel leuk. Schrok me echt. Schrok me wel echt het best. Ja. En ik heb een haaraccessoire, maar dit geeft ook nog licht. Dus dat is wel leuk. Nou, als ik nog iets anders heb in het donker, dan is het wel echt leuk. Maar het was wel echt ook belachelijk druk binnen. Ja. Ik heb ook niemand anders met die keycard gezien. Trouwens. Nee. Maar nou is het alleen wachten op opa en dan door naar huis. Ja, door weer. Spullen opruimen en wegwezen. En dan van de week jouw verjaardag. Ja. Oma, ik word 75. Dan kom je alleen 's ochtends toch? Ja. En misschien 's middags nog. En dan kijken we even aan. Dan wou ik bij deze zeggen, als je het een leuke video vond, druk hieronder even op abonneren. Die like button natuurlijk indrukken. En tot de volgende keer.